De autovrije zondag. Herinner je die van 1973 nog? Toen was het oliecrisis. In 2009 was er voor het laatst een autovrije zondag in Rotterdam. Maar als het aan GroenLinks en de ChristenUnie ligt, dan komt hij er weer. Er is heel veel ruimte in de stad die we nu eigenlijk zonder dat we het zelf doorhebben, hebben weggegeven aan de auto. Die auto die ook nog eens 23 van de 24 uur gemiddeld stilstaat. Dus er is heel veel ruimte die we gewoon niet goed gebruiken. En nou, het zou toch heel mooi zijn om één dag in het jaar eens creatief te kunnen zijn en te zien wat we allemaal kunnen doen met de ruimte die dan vrijkomt. De autovrije gebieden in het centrum zijn dan het Hofplein, de Coolsingel, de Witte de Witstraat, de Meent en de Nieuwe Binnenweg. Maar GroenLinks en de ChristenUnie stellen ook voor om juist bewoners, ondernemers vanuit verschillende gebieden te vragen van goh, welke straten zouden jullie nou graag autovrij willen? En om hen daar ook bij te ondersteunen. Want ik denk dat er heel veel goede ideeën zijn in de stad. Juist op plekken die nu heel druk zijn en bewoners en ondernemers die zeggen nou, wij willen best onze schouders daar voor een dag onderzetten. Maar vinden we het eigenlijk wel een goed idee, een autoloze zondag? Ja, dat is een goed idee. Ja. Ja, waarom niet, zou ik zeggen. Ja. Nee, absoluut niet. Want eigenlijk alles wat je hier in Rotterdam doet, doe je met de auto. Zeker, waarom niet? Zeker in de stad. Laten we het doen. Ja, ik denk dat het een hele opluchting is, letterlijk, voor heel veel mensen, om eens een dag het Hofplein over te kunnen steken, of de Coolsingel, of de Nieuwe Binnenweg. En frisse lucht in te ademen in plaats van alleen naar uitlaatgassen. Er bestaat al een internationale autoloze zondag in september. GroenLinks hoopt dat Rotterdam vanaf 2020 mee gaat doen.